Dit is Allemaal Almelo deze week. Een overzicht van gebeurtenissen, evenementen en beelden van Almelo. Het XL Park in Almelo komt maar moeizaam van de grond. Enkele grote bedrijven hebben zich gevestigd en er zijn nog vele kavels die vrij zijn. Maar opvallender is dat het helemaal niet opschiet met de bedrijven die er aan het bouwen zijn. Ook de containeroverslag aan het kanaal is stilgelegd op het moment dat de grote kraan voor de overslag zou worden opgebouwd. Op dit moment ligt het businesspark er een beetje stil bij. Wethouder Van Marlen daarover? Nou, er zijn nog wat bedrijven gevestigd, dus het is niet helemaal stil. En recent is daar Looms bijgekomen en de uitbreiding van Vivegem. Plus dat we in gesprek zijn met een aantal partijen die zich daar die toch op korte termijn de beslissing willen nemen om zich op het XL Business Park te vestigen. Ja. We zijn daar ongeveer anderhalf jaar geleden begonnen. De kade was klaar, ik denk 3/4 jaar geleden. We hebben de kraan daar neergelegd. Echter, de vergunningen zijn nog niet helemaal rond. En dat komt een beetje omdat eigenlijk de gronden wat te vroeg uitgegeven zijn. Er wonen nog een aantal mensen daar op dat gedeelte van het XL-park. En de normale gang van zaken is dat eerst de mensen uitgekocht worden en dat dan de grond uitgegeven wordt. Hier is het vanwege andere redenen andersom gegaan. En wij hadden verwacht, nou, dat loopt zijn vaart wel. En die mensen die verdwijnen daar wel. En dan kunnen wij onze vergunning verder voortzetten. Wij zijn nog steeds in gesprek met Euro en ook met CTT die zich daar willen vestigen. Maar er moeten wel allerlei procedures worden doorlopen en daar zijn we nu mee bezig op dit moment. Ja, en dan zie ik die ontsluitingsweg, hè, naar die laad- en loskade. Nou, daar is men toch wel mee bezig. Dat klopt, omdat als de beslissing eenmaal is genomen dat CTT en Euro zich te kunnen vestigen, dan willen we ook dat die weg daar ligt, dat die bedrijven zijn ontsloten en vanuit de kade en dat ze vanuit de kade van het terrein af kunnen via die ontsluitingsweg. Daar streven we naar om dat tegelijk te laten lopen. Ik heb nog steeds vertrouwen en ik moet zeggen het hele DB van het XL Business Park heeft nog steeds vertrouwen in dat park. Het is tot stand gekomen in de tijd dat de recessie begon. Dus we zijn een lastige periode zijn we ingegaan. Maar ik moet zeggen, ik zie wel lichtpuntjes. Is het ook te merken dat de recessie terugtreedt? Dat niet zozeer met betrekking tot XL Business Park, maar wel met andere vragen van ondernemers of voor verplaatsingen naar een grotere ruimte. En die plek die ze verlaten wordt dan weer ingenomen door andere bedrijven. Dus op die manier zie je wat meer vraag en ook wat meer beweging komen. Het wachten is dus op het uitkopen van de omwonenden. De vraag is of de bedrijven daar zo lang op kunnen en willen wachten. Afgelopen week was er dan eindelijk de eerste raadsvergadering in het nieuwe stadhuis. Een impressie van de eerste vergadering. We'll be right back.
Almelo profileerde zich graag als waterstad, maar woonboten horen daar niet bij. Het beleid is om het aantal woonboten tot nul te reduceren, zegt wethouder Van Marle. 6 jaar geleden is dat beleid ingezet. Er wordt geen actief beleid opgevoerd, maar... Eigenlijk via een geleidelijk verloop. Nee, we gaan er niet actief mee bezig met die boot die er nog ligt. Maar we zullen wel signalen oppakken wanneer mensen weg willen of aangeven van dat ze die plek willen inleveren. Dan zullen we daar contact mee opnemen. Maar dat is vaak in zulke soort gevallen ook weer een geldkwestie of prijskwestie. Maar daar zijn we mee in onderhandeling. En zo verlaat een van de laatste Almeloze woonboten de stad op weg naar een nieuwe bestemming. Tijdens het paasweekend kwam de stoet met voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog naar Almelo. De Final Push is de naam van de toertocht die ruim 2 weken duurt en de route van de geallieerden in de laatste oorlogsdagen van 1945 volgt. Begin april werd ook Almelo bevrijd en dat werd gevierd. Grote publieke belangstelling voor de kolonne. En natuurlijk de ontvangst door de burgemeester en een kranslegging. Almelo, goedemorgen. Keep them rolling. Welkom in Almelo. En ook bijzonder welkom aan onze zingende kapsters. Die ons het verleden doen herleven. En ik weet niet hoe het u vergaat. Maar ik vind dit een buitengewoon prettig georganiseerde chaos. Van Bevrijdingsdag hier in Almelo op 5 april 2015. En dat was de droom die die Canadezen en andere geallieerde troepen hier op die dag ook kwamen brengen. Zo werd er op eerste paasdag 70 jaar bevrijding gevierd in Almelo. In mei zal er opnieuw veel aandacht zijn voor herdenking en festiviteiten rond 4 en 5 mei. Volgend weekend trappelende paarden trekken kolonnes militairen in vol gelid door het park op de Schuilvorst en bulderen de kanonnen. De slag om Ruigenrode wordt van vrijdag 17 tot zondag 19 april
Levensrecht uitgevoerd in Almelo. Weet u nog hoe het 2 jaar geleden ging? Komend weekend vanaf vrijdag is het dus weer de slag om Ruigenrode in het Schelvorspark. Kijk op avisie.nl voor meer informatie. In de serie over het nieuwe stadhuis vandaag een gesprek met Henk Nijbijvank, projectleider van de bouw van het stadhuis van Almelo. Hij vertelt over de totstandkoming en het verloop van de bouw van het nieuwe stadhuis. Ja, het is een heel lang traject geweest hoor. Oorspronkelijk is het eigenlijk begonnen in 2012, 2013 zo ongeveer. Dat toen onbekend is dat de huisvesting zoals we die hadden, dat die onvoldoende veilig was. Dat die niet meer voldeed aan arbo-normen, dat de technische installaties verouderd waren. Het gebouw was op, is toen al geconstateerd. Vervolgens zijn we na gaan denken over en wat moet het dan gaan worden. Toen kwam uiteindelijk in die periode 2004, 2005 ongeveer, 2006, toen kwam ook de ontwikkeling van de nieuwe binnenstad kwam op de rol te staan. En toen is bedacht dat we in die nieuwe binnenstad ook een nieuwe stadhuis zouden gaan bouwen. Daar zijn toen plannen voor ontwikkeld, daar is zelfs een architectenselectie voor geweest. Het bureau Meijer en van Schoten heeft daar toen het winnende ontwerp voor gemaakt. En dat is uiteindelijk, in 2010 is dat gestrand, omdat toen ook de economische omstandigheden wat aan het veranderen waren. De financiële positie die was aan het verslechteren. Toen is het hele binnenstadsplan is van de tafel gegaan, daarmee ook het plan voor het nieuwe stadhuis. Maar daarmee was het probleem niet opgelost. Dus geen nieuwe binnenstad op dat moment, geen nieuw stadhuis. Maar het probleem was er wel en er zou wel een oplossing voor gevonden moeten worden. Daar zijn we toen mee doorgegaan met het zoeken van die oplossing. En toen kwam in 2010 kwam de huidige locatie waar nu het nieuwe stadhuis gebouwd is. Daar kwam een roemruchte plek, hè? Ja, dat was de zogenaamde Fortessa-locatie. Het Fortessa-project dat ging niet door. De projectontwikkelaar die kon onvoldoende zeg maar, zijn vastgoed afzetten. Heeft het plan teruggegeven aan de gemeente. We hebben daarmee ook de grond teruggenomen. En de gemeente had er wel alle belang bij om te voorkomen dat, juist dat perceel, zo'n mooie prominente locatie in de binnenstad, dat dat jarenlang of tientallen jaren nog braak zou blijven liggen. Dus toen is de combinatie gemaakt van we hebben en het probleem van het stadhuis, maar we hebben ook het probleem van wat doen we met die grond. En toen is het idee ontstaan om een nieuw stadhuis, maar dan in een wat soberder variant dan destijds op de markt, om dat op de huidige locatie te gaan bouwen. En verder dit hele, wanneer ging de eerste schop in de grond, zal ik maar zeggen? Ja, misschien nog even een stap daarvoor, als dat mag. Want we hadden toen inderdaad zeg maar, de plek gevonden. Maar toen kwam er in 2012 kwam er toch een kink in de kabel. Want met de nog steeds verslechterende situatie van de economie en van de financiën. Toen besloot de raad in juni 2012 om het hele plan maar 2 jaar in de ijskast te zetten. Nou, dat betekent met een programma van eisen wat je hebt, een uitwerking van het programma van eisen in een ontwerp. Het voldoet aan alle regelgeving. Dat als je dat 2 jaar wegzet, dan kun je bijna wel weer opnieuw beginnen. Dat was uitstel is afstel. Daartoe zou het hebben kunnen leiden. Daar kwam bij toen op dat moment, en dat was een gelukkige omstandigheid, dat de markt natuurlijk bouwhonger had. En we hebben toen nog gezegd, er komt nooit een gunstiger moment om zo'n bouwwerk, zo'n project van die omvang, om die in de markt te zetten. En ik heb dat later ook wel nog van de aannemerswereld begrepen. Ja, wanneer wordt er nog een gebouw van deze omvang, van dit volume, hier gebouwd? Daar komt maar zelden voor.
We hebben toen ook gekeken naar de financiering, want ook die omstandigheden die werden alsmaar gunstiger. We konden steeds goedkoper financieringsmiddelen uit de markt halen. Dus met een interessante aanbesteding en met een goedkope financieringsvorm hebben we toen de raad ervan kunnen overtuigen dat het toch het beste is voor de toekomst, maar ook financieel economisch het meest aantrekkelijk en haalbaar. Om toch voor die nieuwbouwvariant te kiezen en dus niet voor renovatie, niet voor huur, maar gewoon nieuw te bouwen. De bedoeling was dat de aannemer het 1 oktober 2014 had moeten opleveren. Nou, dat is bekend, dat heeft hij niet helemaal kunnen halen. Dat is uiteindelijk 6 februari 2015 geworden. Dus een lichte vertraging, maar goed, daar zijn we met elkaar goed uitgekomen. Nou ja, u bent projectleider. Eigenlijk is uw werk al afgelopen, hè, behalve wat u nu hier doet. Of zijn er nog meer taken die u hebt? Nou, ik verwacht wel dat we de komende maanden nog allerlei dingetjes krijgen waarvan we zeggen van, nou, daar zou toch nog iets anders moeten. Of daar hebben we niet aan gedacht. Of daar moet nog iets hersteld worden. Dus de komende maanden zal ik nog best in beslag genomen worden door allerlei dingen die zich voor gaan doen. Het is voor het eerst dat mensen ook daadwerkelijk niet kennis maken, maar wel gebruik maken van de nieuwe werkplekken. Dus daar komen ook allerlei dingetjes uit voort waarvan we zeggen, nou, daar moeten we toch op een bepaalde manier nog in voorzien. Dus daar ben ik de komende maanden nog wel druk mee. En ik wil ook de tijd nemen om het als project ook keurig af te sluiten en het ook goed over te dragen aan de beheersorganisatie, zoals dat heet. Zijn er ook momenten dat u slecht geslapen hebt? Eigenlijk niet. Nee, eigenlijk niet. Nee, ik heb er altijd vertrouwen in gehouden. Ook in het hele proces, zeg maar even, zoals we het net beschreven hebben. Ik heb er altijd vertrouwen in gehouden dat we een goede oplossing zouden vinden voor een groot probleem wat we hadden. En ik ben er ontzettend blij mee, maar ik ben er ook wel trots op. En ik hoor dat ook van de mensen terug. Mensen hebben er ontzettend veel zin in om nu naar het nieuwe stadhuis te gaan. Ik ben daar heel blij mee. Dank u wel. Graag gedaan. Ten slotte nemen we u weer mee op de fiets door Almelo. Vandaag door de Gravenallee. Almelo voor vandaag. Wilt u de uitzending of de reportages nog eens rustig terugkijken? Kijk dan op www.avisie.nl. Volgende week vrijdag vanaf 19:30 is er weer een nieuwe aflevering van Allemaal Almelo deze week.